Iedereen zou uit de auto zijn. Mag ik lezen? Oké. Ben jij nu? Ja, we draaien over 10 seconden de A6 op. Juist, we hebben nog 4 minuten. We zitten op de A6. Ja, als het goed is, zitten jullie aan de verkeerde kant. We gaan kijken hoe dat zit precies. Ja, dat was een bewuste actie. Wij andere kant, tweezijdig. Kunnen wij hier wel zicht voor jullie aangeven? Je hoort van mij. Ja, helemaal top, Harald, dankjewel. Jado, ik zie een wit busje in de berm liggen, niet totaal zicht op. Je moet even voorbij de twee vrachtwagens. Ja, vrachtwagen. We zijn nu bij de afslag. Ik zie jullie. Jarno? Ja, ben je maar. Wij rijden prio 2 door. Ja, dat is wel goed. Wij zijn bijna te laat. We gaan volgen. Rijden wij prio 2. In ieder geval, er is een eenheid, dus... Ja. Ik ben de 34, toch? Ja, C. Persoon is inderdaad uit het voertuig. We zijn op dit moment patiënt aan het stabiliseren. Dringend heeft een ambu nodig. Kunt doorgeven dat de airbag in ieder geval uit is geklapt bij de auto. Kijk of je voorzichtig kunt passeren. Wacht maar, doe maar stapvoets. Doe maar stapvoets. Nee, nog verder naar stap. Voor mij wil de vrachtwagen weg. Zetten wij hier wat neer. Gaan we juist helemaal goed. Top. Is goed zo. Zit je nog? Ja, netjes. Ja, oké. Blijf je even? Gaan jullie mee, jongens? Wil je klaar zitten? Blijf je maar even zitten. Busje veilig stellen en eventueel laakje potjes lossen en eventueel vloeistoffen. Ja, als jij dat wil doen, ik heb die persoon gestabiliseerd. Daar nog een mevrouw met nekklachten. Okay. Dus daar ga ik tweede ambu voor vragen. Ja, goed. Als jij het busje wil doen, dan... Kijken we naar het busje. Eventueel uitstroom van vloeistof. Eventueel misschien een accupotten vinden die we eventueel kunnen losnemen. Ja. En kijken even hoe de stabiliteit van het voertuig staat. Ja. Yes. En misschien weet je wat ze vervoert, wat zij of hij vervoert. Ja? Hou elkaar even in de gaten. Is dat alleen in de bus? Nee, maar de achterin. Nee, wat vervoert u? Ik ben Timmerman. Timmerman. Oké, nee, top. Super, dankjewel. Het is een Fiat. Stil. Ja, alleen de collega drukken met deze tijd. Oh, stap over. Ja, we houden wel even de hoofd. Kijk maar even. Kijken of je overneemt dat jij je vrije hand kan uitkomen. Voorkant praten. Ja, vraag achter. Of je dat weet.
accu. Weet je waar de accu voor zit? Of de accu zit? Een auto? Ja, onder je stoel? Voorin. Of, zit voorin. Voorin. Het is een Vivaro, toch? Onder je stoel? Ja. Een Opeltje, of niet? Of is het een... Ik heb geen idee eigenlijk. Ik ga okay. Ja, nee, maar. Kijk. Hier rechts of zo, waar zit daar? Nee. Of zit onder de stoel? Is het een Opeltje of is het een Fiat? Ik zie daar wel een poeltje. Ja, hij kan ook op een stoel zitten. Oh, kijk maar even. Stoeltjes bij je? Of iets? Ja, oké, top. Stel qua vloeistof even kijken als je wil. En anders klaar. Kijk, accu is waarschijnlijk gevonden. Goed, gaat vader voor jongens veilig stellen. Ja, top. Nee, die jongens zelf stoot in de zak volgen. Ja, die auto halen we even de accupol los. De airbags zijn niet afgegaan, dus of niemand... Het is wel, had je al gezien, hè? Ja. Nou, ze gaan nog een beetje op de borst. Precies. Ja. Veilig is veilig, hoor. Als je zegt van, nee, dit is het. Oké. Ligt het erom? Ja, is gevonden. Ligt de pol los? Ja, hier. Oké, nou ja. Nou, houd het allemaal bij, klaar. Is goed, maak maar even een rondje voor de zekerheid. Voertuig... Ja. Ja? Voertuig klaar, zal ik dan weer richting de stad gaan? Ja, dan gaan wij het redden. Dat dacht ik wel. Jongens, maak even een rondje voor het voertuig heen. Ja. Dit was een timman, alleen maar gereedschap. Laat ik mijn zuurstof geven. Jongens, toch even een rondje met de auto heen. Top. Ja? Hey. En nu wel passen, nu kom eens aan, hè? Pas op, hè? Ja, qua huis is ook niks zien. Er zit helemaal mooi in en er staat in de volgende natuurlijk niet gesloten. Dan is dat kut al ruik of zo. Zijn er geen bijzonderheden aangetroffen? Nee, ik heb nog even achter een busje gekeken, dus er zit wel echt gereedschap in. Ah, super. Nee, netjes. Dat laten we hierbij. Ja, nog verder geen bijzonderheden met het voertuig? Ja. Nou, dat de rest aan de berg overgelaten kan worden. Ja, precies. Helemaal goed. Ja, als jij het aan kan. Wij gaan hier even. Goed. Gaan wij retour. Goed. Ja? Goed. Dankjewel.